Ineens begon hij mij brieven te sturen, maar echt een hele hoop brieven, hè? Verschillende brieven. Verschillende brieven per dag. Hè? Ik werd echt bedolven onder die brieven van hem. Ik was blij dat ik mocht Simone de Beauvoir spelen. En dat Stefana gevraagd had, hij was vereerd. Dat is een begrip, Simone de Beauvoir. Als jong meisje, ja, dat waren de grote filosofen. Zijn Sartre en ja. Je wordt zinloos geboren, je leeft zinloos, je gaat zinloos dood. Ja, zo zei je toen ook. Oh, en ik begon natuurlijk meteen te smelten voor hem. Wat ik ervan wist, dat was wat er gezegd werd, of al eens een stukje te lezen her en der. Maar dikwijls fout een boel ook. Dat is juist zo goed als je dan zo dingen dieper gaat bekijken en aan het oppervlakkige weggaat. Dat je zegt, ah, dat was Simone de Beauvoir. Uw invloed op mij was enorm. Ik ben blij dat u dat zegt. Want toen noemden ze mij, de pers, in Frankrijk. Ja, ja, ja. La Sartreuse. La Sartreuse. Of de Notre-Dame de Sartre. Ja, alsof ik zelf niet kon schrijven. Ik heb een beeld van haar dat ze op YouTube gaan kijken. En dan zie je ze over de straat lopen in Parijs. Geen bontjas, maar zo'n wollen jas. Zo. En dan zo met schoentjes, met zo'n hakjes, zo 2 centimeter. Zo. Als je dat ziet, dat beeld, en je ziet iemand stappen, dan zie je een vrouw, een oudere vrouw. Die ook moeite heeft met leven, die ook moeite heeft met oud worden. En dat maakt dat ik die rol ook kan spelen, omdat het niet iemand is die daar hoog in de wolken staat. Wie ik ben, dat ligt nooit vast. Hè? Dus ik kan mijzelf ook altijd opnieuw heruitvinden. Ik kan altijd op elk moment herbeginnen. Elke mens herkent zich daarin en is ook, daarom denk ik dat de mensen het zo graag horen of zo, goed, of zo gretig luisteren eigenlijk, omdat ze iets te weten komen ook van diep in zichzelf. Dat hen geruststelt, dat hen vrij maakt. Het is niet evident om te zeggen, ja, ik ben vrij, ik doe maar wat. Nee, zo zitten we niet in elkaar. Hè. Vrijheid is wat je doet met wat u is aangedaan. Jean-Paul, akkoord. Nee, dat is toch voor velen met... Nee, dat is toch niet altijd zo. Met Frank samenspelen, dat is gewoon met uw maat op pad gaan. Die is altijd maar zo blij als hij mij ziet. Dat alleen dan. En als we van voor de voorstelling gaan we dan zo elk apart in zijn kamertje rusten. En daarna komt hem kloppen. Dan zegt hij... Ik zou dat niet mogen vertellen, maar ik vertel het toch. Hè. Mevrouw de Beauvoir, heeft u zin in een kopje koffie? Oh, maar we zijn toch op aarde om te spelen? En wat is nu het wezenskenmerk van spel? Dat is vrij. Dat is vrijheid. Voilà. Je vindt spelen wonderlijk. Eventjes weg zijn van de wereld en er toch middenin zitten. En er toch weg van zijn. Want ik zit in een veilig oord en er zitten mensen die luisteren en je wordt... Ja, het wordt één groot samenspel dan. Ah, het is spelen, ja. En dat is fijn, hè. Ja.